Maak van je buik een paradijsje voor je babytje met een heerlijke massage. Deze massage is heel goed om harde buiken te voorkomen of te genezen. En een heel leuk spelletje voor je babytje. Je kan deze massage doen in ruglig met de benen op de bal, in zijlig. En deze massage ook in een houding met steun van de bal in je rug. Half rechtop zittend. En daardoor is deze massage goed tegen misselijkheid en tegen kortademigheid. Geniet ervan. Voor deze houding is het heel belangrijk om je heel goed te installeren. Dus neem tijd om alle elementen zorgvuldig bij elkaar te zoeken en dan goed samen te leggen. Dus we beginnen met de bal tegen de muur te leggen. Dan leg je een kussentje tegen de bal voor je onderrug, de uitholling in je onderrug, te ondersteunen. Een kussentje voor je bekken. En dan leg je nog een kussen onder jouw hoofd, waarbij je hoofd heel zachtjes naar achter kan liggen. Vervolgens een kussen onder je knieholte, waardoor de benen goed ondersteund zijn en je bekken kan loslaten met de zwaartekracht naar de aarde toe. Je mag je handen dicht bij je babytje leggen, onderaan je buik. En zachtjes je ogen laten toeglijden, om zo ook jouw ogen maximaal rust te gunnen. En laat dan een paar deugdoende uitademingen komen door heel je mond. Zucht, blaas, geef uit. En laat de spanningen gemakkelijk en vanzelf uit je lichaam wegstromen. Ontspan je mond. Want als je mond ontspannen is, geef je de toestemming aan je lichaam om los te laten. Dus tijdens deze meditatie mag je telkens je eraan herinneren om eens goed uit te ademen door je mond. En je mond te ontspannen. En dan mag je je aandacht uitnodigen in de place to be, jouw bekkenbuik dicht bij je babytje. En voel hoe de adem daar heel zachtjes komt en gaat. En je babytje omhult met een zachte aanraking. Voel maar hoe heel subtiel bij de inademing de ruimte in jouw bekken wijd open gaat. En uitademend. Doorheen je mond laat je het gewicht van je bekken los met de zwaartekracht mee naar de aarde toe. Inademend laat je je bekkenruimte nog wijder open gaan. Geef ruimte aan je baby. En uit. Laat los, ontspan je mond. En voel hoe je zo meer en meer aankomt in jouw schoot, waar jouw babytje woont. En voel eens hoe het met je babytje gaat. Misschien is jouw babytje heel rustig. Misschien maakt het kleine trappelingetjes. Misschien is het een beetje aan het boksen tegen je buik. En heet zo met je adembeweging je babytje welkom. En voel hoe het met je babytje gaat. Hoe het daar woont in dat levende wiegje van je baarmoeder. En dan mag je eens kijken met je ogen van binnen naar dat kamertje van je baarmoeder waar je babytje in woont. En kijk eens hoe je babytje daar heerlijk opgerold in de foetushouding ligt te genieten. Te genieten van gewiegd te worden door jouw adem. En als je heel goed kijkt naar het gezichtje van je babytje, kan je misschien zien dat het zachtjes glimlacht naar jou. En dan mag jij terug glimlachen naar je babytje. En voel hoe er zo glimlachend naar elkaar een verbinding ontstaat tussen jou en je kindje. En jullie samen zijn. Om samen te genieten. En samen spelletje te spelen.
dan nodig ik je uit om een buikmassage te doen. En mag je jouw hand leggen op je navelgebied, je rechterhand. En zachtjes in wijzerzin over je buikje glijden. In wijzerzin. En voel hoe dat plekje van je navel aanvoelt. Laat de adem er naartoe gaan. Inademend. Voel je hoe je ruimte creëert in dit plekje. En uitademend. Doorheen je mond. Laat je opnieuw de spanningen wegstromen. Inademend. Geef je zuurstof. En uitademend. Laat je los. En voel hoe zo zachtjes door je aanraking en je adem, hoe dit plekje ontspant. En je geniet van deze heerlijke aanraking. En dan mag je je hand eventjes laten liggen om na te voelen en eens te voelen hoe jouw buik nageniet van deze aanraking. De spanningen zachtjes wegsmelten. En dan mag je zachtjes je hand laten glijden naar de linkerkant. En ook weer in wijzerzin zachte rondjes draaien. Een zachte, vloeiende aanraking. Breng ook je adem daar terug naartoe. Inademend. Voel hoe je ruimte creëert. En uit. Zucht plaatsgeven en laat de spanningen gemakkelijk en vanzelf wegstromen. En dan voel je opnieuw hoe dit plekje geniet van jouw aanraking. Helemaal een andere gewaarwording dan het vorige plekje. En dan mag je je handen laten rusten en weer eventjes navoelen. En kijk dan ook eens hoe het met je babytje gaat ondertussen. Mag telkens weer een lieftallige glimlach naar je babytje toesturen om zo samen te genieten van het contact dat meer en meer groeit wanneer je daar tijd voor neemt. En dan mag je je hand zachtjes naar beneden laten glijden naar de onderkant van je buik en weer in wijzerzin zachtjes bewegen. Je andere hand leg je op het plekje dat je net aangeraakt hebt. Dus de rechterhand helemaal onderaan aan je onderbuik. Weer in wijzerzin, zachtjes over dit plekje glijden. Dus hier is er veel druk van het gewicht van jouw ganse buik op het onderste segment van je baarmoeder. En is het belangrijk om dit plekje regelmatig te helpen om te ontspannen. Want door de druk daar kunnen er onder andere harde buiken ontstaan. En dan mag je jouw hand weer zachtjes laten rusten daar onderaan op jouw onderbuik en even navoelen. En voel hoe de weldaad van de massage daar ook nog meer geïntegreerd wordt. En dan mag je op jouw moment nu je rechterhand naar de rechterzijde van je navel laten glijden. En de andere hand op het plekje dat je net aangeraakt hebt. Onderaan je buik. En weer jouw rechterhand zachtjes in wijzerzin over dit nieuwe plekje laten glijden. En voel eens hoe dit plekje van je buik aanvoelt. Dus door zo elk plekje unieke aandacht te geven, ga je je buik beter leren kennen en voelen dat elk plekje anders aanvoelt en extra de spanningen in die plekjes efficiënt kunnen loslaten. Inademend, open dit plekje en uitademend. Adem uit door je mond, ontspan je mond.
inademend, geef ruimte aan dit plekje aan de rechterzijde van je buik. En uitademen. Ah, laat los. En dan mag je weer jouw hand laten rusten, eventjes navoelen. Hoe voelt dit plekje nu aan? Je zal voelen dat elk plekje anders aanvoelt. Het ene ontspannender dan het andere en sommige plekjes misschien wel gespannen. Dus met deze massage kan je die gemakkelijk laten wegstromen. En dan mag je je rechterhand naar boven laten glijden. Boven je navel, onder je ribbenboog, in het gebied van je zonnevlecht. Zachtjes, weer in wijzerzin, stroom je met jouw hand over dit plekje. Inademend. Laat de ruimte wijd open gaan daar. En uit, laat los. Dus ook dit plekje kan belast worden, zeker als je hoogzwanger bent, omdat er minder en minder ruimte is in het middenrifgebied. En wanneer je daar je adem in brengt, ruimte maakt, ga je voelen dat je daar weer meer ademruimte krijgt. En ook de organen die daar wat samengedrukt worden, en je maag, je lever, je darmen, gaan weer wat meer ruimte krijgen om vlotjes te functioneren. En wanneer dit alles niet gebeurt, kan je het gevoel hebben dat je misselijk bent of kortademig. Dus door dit plekje in deze houding zo te masseren, ga je voelen dat je daar optimaal voor kunt zorg dragen en gaan deze zwangerschapskwaaltjes verbeteren of verdwijnen. Dan mag je je hand weer laten rusten op dit plekje en eventjes nagenieten. En voel nog eens opnieuw hoe het met je babytje gaat. Misschien speelt je babytje het spelletje mee. Verhuist het, beweegt het naar jouw warme hand, naar de beweging. En dan mag je op jouw moment je hand, je rechterhand naar beneden laten glijden, terug naar je navelgebied en weer in wijzerzin over je buikje, je navelgebied glijden. En zo zijn we weer thuis in het midden van je buik, in je navelgebied waar we vertrokken zijn. Mag je deze beweging ietsje groter laten worden en de andere hand laten meegaan en je hele buik aanraken en masseren in wijzerzin met je beide handen. En adem nog eens goed uit, waardoor je voelt dat je buik nog even intens uitnodigt om los te laten. Voel hoe deugd het doet om deze massage aan je buikje te geven. Welzijn te creëren in jouw buik, in jouw bekkenbuik, in je baarmoeder, in het levende wiegje waar jouw babytje nu samen met jou aan het genieten is. En dan mag je eens voelen waar jouw handen naartoe gaan wanneer je ze het dichtste bij je kindje wilt leggen. Dus volg je intuïtie en laat ze maar ergens rusten waar je voelt. Hier voel ik mijn babytje nu het meest. En neem dan tijd om het contact met je babytje nog meer te voelen, ervan te genieten. Laat zo jouw ademstroom je babytje helemaal omhullen. Jouw liefdevolle ademstroom met je innerlijke glimlach. En stuur die naar je babytje toe. Want met je innerlijke glimlach is het alsof je de zon aanzet in jouw hoofd, in jouw lichaam. En een zonnig klimaat creëert voor je babytje en voor jezelf. En voel maar hoe je kindje daar mee van geniet. Zachtjes gewiegd, gedijnd op jouw ademhaling.
kan je met jouw innerlijke glimlach en jouw liefdevolle ademstroom nog een paar hele fijne dingetjes tegen je babytje vertellen. Voel wat jouw babytje terug naar jou stuurt. Een lieve glimlach. Wat liefde. Misschien vertelt het wel iets tegen jou. En dan kan je een afspraakje maken met je babytje. En wanneer je terug dit heerlijke spelletje gaat spelen. En dan zachtjes afscheid nemen. Misschien eens tikkelen op je buik naar je babytje toe met je vingers. Koek, koek, kleintje. En dan op jouw moment nog eens over jouw buikje glijden. In wijzerzin met je beide handen. Nog eens goed uitzuchten, blazen geven. En dan mag je handen weer laten rusten. Eentje op je onderbuik, eentje op je navel. En voel hoe je nu aanwezig bent in jouw bekruimte. Al je aandacht en energie is nu in het midden van je lichaam. In het midden van jouw lichaam, daar is een plek binnen in jezelf van rust, diepe rust, kracht, evenwicht. En nu, tijdens de zwangerschap, contact met je babytje. Dus is echt the place to be tijdens de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap is het enorm belangrijk om je zoveel mogelijk te laten verwennen. Doe deze massage eens met je partner of andere massages. Door massage stijgt het oxytocine-niveau, het geluks-liefdeshormoon. Geniet er samen van.